deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer opruimen. Ik ga vandaag mijn beauty room opruimen. Ik begin weer te merken dat mijn lades te vol worden. Alles is helemaal op elkaar. Alles is een beetje een troepje. En er zijn een heleboel producten die er gewoon nog liggen. Maar die eigenlijk weg kunnen. Dus ik dacht, we gaan gewoon vandaag met z'n allen mijn beauty room opruimen. Hoe is nou alles hier opgesteld? Ik heb mijn bureau met al mijn spulletjes die ik gewoon altijd gebruik voor in mijn video's. Al mijn lades en zo staan bij mijn bureau. En dat zijn alle producten die ik altijd gebruik in mijn video's. Achterin staat ook een kast en daar zit alle make-up in die ik niet meer gebruik. Dus of het is slecht of het matcht niet met mijn huidskleur, gezichtstype of wat dan ook. Dus wat we vandaag gaan doen is dat we op mijn bureau waar ik altijd zit, alle producten daar weg gaan halen, gaan opruimen en allemaal doen in de kast daarachter met producten die ik dus niet gebruik. Voor mijn oogschaduwpaletten heb ik een aparte kast. Die gaan we vandaag niet opruimen, want qua paletten is het niet echt iets wat weg kan. Het gaat vandaag vooral echt om mijn bureau, dus letterlijk de rest van mijn make-up. Wat ga ik nou doen met alle producten die ik wegdoe? Als er al iets is gebruikt, gaat het gewoon in de kast met alle slechte make-up. En als die kast vol is, dan geef ik het allemaal aan mijn moeder. En die kan het dan weer doorgeven aan andere mensen. Als ik vandaag iets zie wat ik nog niet heb gebruikt en ik ook niet ga gebruiken, dan doe ik het in de winactie en dan kan een van jullie het winnen. Winacties komen altijd gewoon random. Ik weet niet wanneer ze komen, dus vraag me vooral niet 100 keer wanneer er weer een winactie komt. Because I don't know, die komen gewoon wanneer de winactielaar vol is. Dus dit is wat we vandaag gaan doen. De laden zijn echt te vol. Er kunnen echt veel producten eruit. En dit is ook een leuke manier om een beetje mijn make-up stash aan jullie te laten zien. Ik heb al vaker van dit soort video's gemaakt, dus mocht je het ook nog andere willen zien, staan al op mijn kanaal. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met opruimen. Nou mensen, let niet op de mes. Ik heb net nog twee andere video's gemaakt. Maar dit is dus wat ik bedoel. Hier gaan we dus opruimen. Heel dit wordt opgeruimd. Heel dat is helemaal te vol. Ook dit wat daar allemaal staat, wordt allemaal opgeruimd. Hier is de kast waar alles in ligt wat ik niet gebruik. Dus alles wat ik daar weg ga doen, ga ik hierin doen. Dit hier is mijn oogschaduwkast. Hier ga ik niks mee doen. Ik zal het wel even laten zien. Misschien vinden jullie dit leuk om te zien. Dit zijn al mijn dure paletjes. Al mijn high-end paletjes. En dan hier beneden zijn al mijn betaalbare goedkope paletjes. Die liggen allemaal hier. Maar hierin ga ik niks veranderen. Dus dit blijft hoe het is. Dus we gaan vandaag vooral focussen op dit. We gaan beginnen met al deze kasten daar. Dan deze lades hier. En dan dat allemaal daar. Oké, we gaan beginnen met lade 1. En dit is ook gelijk een van mijn overvolle lades. Ik heb hier foundations. Ik heb hier primers. Hier heb ik ook primers. En hier zijn allemaal concealers. Hier kan echt wel het een en ander uit. Iets wat ik al gelijk zie wat eruit kan, is deze Becca foundation. Dit is een foundation zonder pigment. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Fun fact, deze heb ik gisteren nog gebruikt naar het strand. Toen ik geen make-up opbouw, maar wel gewoon mat wilde blijven, heb ik deze opgehad. Dus ja, nu ik er zo over praat, denk ik toch dat ik hem gewoon erin hou. Ook al is het niet echt geweldig. Het is gewoon een matte crème. Dus ik gebruik hem gewoon als een matte crème. Deze van de Primark kan eruit. Deze heb ik al veel te lang. Deze van Milani is fijn. Deze Matte Fit Me, ja, deze heb ik ook al echt wel lang. En is ook al bijna op, dus deze kan eruit. Deze kunnen blijven. Kijken, deze van Colourpop. Kan ook wel blijven. Deze kunnen allemaal nog blijven. Deze van, even kijken, van Nabla gebruik ik niet echt meer. Deze kan weg. Deze kan blijven. Dit kan blijven. Deze van Benefit is zowel bijna op als binnenkort niet meer te koop. En wanneer iets niet meer te koop is, kan ik het ook niet echt meer gebruiken in mijn video's. Want ik kan jullie geen dingen laten zien die jullie niet meer kunnen halen. Dus deze doe ik ook weg. Deze van Revolution. Dit is een getinte crème. Maar ik moet zeggen dat elke keer als ik deze opdoe, mijn hele oogmake-up uitloopt. Allemaal mijn mascara loopt uit en zo. Dus ik denk dat ik deze ook wegdoe. Voor de rest kan dit allemaal blijven. Deze van Catrice kan ook weg. Deze kleur matcht niet meer met mij. Deze van The Ordinary is ook een kleur die niet matcht. En voor de rest kan de rest gewoon blijven. Dan heb ik hier een aantal primers. Wat ga ik wegdoen? Deze is echt al bijna op. Dit is echt... ja, hij is al wel op, dus deze doe ik weg. Deze W7 primer gebruik ik ook niet echt meer. Ik vind hem iets te vettig, dus deze doe ik weg. En even kijken, de rest kan denk ik gewoon blijven. Dan heb ik hier nog meer primers. Maar deze kunnen allemaal gewoon blijven, want deze gebruik ik allemaal gewoon nog. Dit zijn allemaal mijn matte primers en voor de poriën en zo. Dus deze kunnen gewoon allemaal blijven. En dan ga ik even verder naar de concealers hier. Oh, trouwens, ik heb ook hier in twee kleuren. Deze lichte kleur ga ik wegdoen en ik hou alleen maar deze donkere kleur. En hiervan heb ik ook twee kleuren.
deze NYX Born to Glow ga ik ook de lichte kleur wegdoen. Dat is deze. De concealers is ook echt een hoop. Laat me even kijken. Deze van Revolution heb ik in de kleur 6. Die is echt te licht. Ik gebruik normaal C5 en dit is C6. Deze gebruik ik bijna niet. De NYX Born to Glow kan ook weg. Vind ik niet zo'n fijne concealer. En voor de rest kan alles eigenlijk gewoon blijven hier. Next up. Dan heb ik hier mijn blushes. Deze twee. Hier heb ik losse poeders. Hier heb ik wat paletjes. En hier heb ik pressed poeders. Wat ga ik hier weghalen? Van de blushes kan ook wel het een en ander weg. Deze blush gebruik ik niet echt meer. Volgens mij is die ook niet meer te koop. Tenminste de kleur die ik heb. Deze kan weg. Deze van Essence gebruik ik ook bijna niet meer. Kan weg. Kijken. Deze van Root Cosmetics. Deze gebruik ik ook niet echt meer. Dus deze doe ik ook weg. Deze van MUW gebruik ik ook niet echt meer. En deze van City Color gebruik ik ook niet meer. Deze is ook niet meer te koop. Dus deze kan ook weg. De losse poeders kunnen allemaal gewoon blijven. Gebruik ik allemaal. En dan heb ik hier nog wat paletten. De paletten gebruik ik echt het minste. Ik denk dat ik deze gewoon echt allemaal weg doe, jongens. Ik gebruik ze niet eens. Deze is van de Action. Ook weg. Deze van Benefit gebruik ik ook niet echt meer. Kijk hier met mijn naam. Super cute. Ik denk dat ik gewoon echt letterlijk alle paletten gewoon weg ga doen. Hier heb ik nog een paletje van Douglas. Ik denk toch dat ik even kijken. Ik ga dit paletje van Douglas, deze van Benefit en deze van Revolution gewoon laten. Voor het geval ik een paletje moet hebben. En de rest gaat weg. En dan heb ik hier nog wat pressed poeders. Deze gaan allemaal blijven. Deze gebruik ik nog. De True Match gebruik ik niet echt meer. Die doe ik weg. En deze ook niet echt meer. Deze twee wel. Deze doe ik terug. Dit is mijn bronzerla. Dit zijn allemaal bronzers. Hier zijn cream contour sticks en hier zijn paletjes. Even kijken, welke bronzers gebruik ik niet echt meer? Deze van MUW gebruik ik bijna niet meer. Deze van Miss Lynn gebruik ik ook niet echt. Deze van Revolution ook niet echt meer. Deze van BH Cosmetics ook niet. Dit is officieel geen bronzer, maar ik gebruik hem als bronzer. Maar ik gebruik hem bijna niet meer. En de rest kan eigenlijk gewoon blijven. Deze paletjes gebruik ik allemaal nog. Ik heb er ook maar een aantal. Trouwens, dit cream paletje van Technique gebruik ik niet echt meer. Die gaat weg. En voor de rest kan alles gewoon blijven, denk ik. Ja. Dan heb ik hier mijn cream contour sticks producten en zo. Even kijken. Deze Fast Base sticks van Revolution kunnen allemaal weg, want die zijn niet meer te koop. Deze sticks. Deze concealer had ik in een donkerder kleur ook van de Revolution om mee te contouren. Alleen die gebruik ik niet echt meer. En de rest gebruik ik wel. Juvia's Place, Fenty Beauty en Huda Beauty. Deze drie sticks gebruik ik nog wel. Of ja, twee sticks en één cream. Dit zijn al mijn nep wimpers en ook wat extra wimperlijm en zo. Er zijn een aantal wimpers die ik niet vaak gebruik. Die ga ik eruit halen. Zoals deze gebruik ik bijna niet. Deze ook niet. Deze heb ik vaak gebruikt, maar deze zien er echt niet meer uit. Dus deze gaan weg. Deze magnetische wimpers gebruik ik ook nooit. Had ik ooit in een video getest, maar ze zijn te natuurlijk voor mij. Ja, en de rest kan gewoon blijven. Dan heb ik hier de laatste la. Dit zijn allemaal glittertjes. En dit zijn liquid oogschaduwen. Ik denk dat ik hier alles er gewoon in haal. Want ik gebruik eigenlijk alles wel. Even kijken. Er kunnen misschien een aantal liquid oogschaduwen weg of zo. Deze van Revolution is een beetje raar geworden. Dus deze haal ik weg. Deze van Technique kunnen ook weg. Deze Technique Cosmetics liquid oogschaduwen. Deze van Barry M kan ook weg. Gebruik ik ook niet echt. En de rest haal ik er gewoon in. Dan gaan we beginnen aan de volgende kast. Deze eerste zijn lipsticks. Dit zijn lipsticks. Hiervan heb ik er al laatst een aantal weggedaan. Maar ik ga toch nog eventjes kijken of er nog meer weg kan. Deze zijn allemaal nieuw, dus deze blijven. Ik ga ook eventjes op zoek naar alle lipsticks die zijn versmolten en dus ook weg kunnen. Want met al die hitte hier op de zolder smelten er best wel vaak lipsticks als het echt boven 28 graden wordt. Dus we gaan even kijken. En ook gewoon welke ik echt niet meer gebruik. Zoals ik heb er hier eentje van Revolution. Ja, deze gebruik ik echt nooit. Dus ik denk dat ik die gewoon weg doe. Nou mensen, ik heb echt veel weggehaald. Gewoon alles wat niet mijn kleur was, wat te oud. Ik heb er ook hier een aantal swatches om even goed de kleur te kunnen zien. Alles wat ik gewoon niet meer gebruik, heb ik gewoon weggedaan. Ik moet het gewoon laten gaan. Ik heb heel vaak in mijn hoofd van, misschien ga ik nog gebruiken. Bla bla. Nee, gewoon weghalen. Dus dat heb ik gedaan. Kijk, dit zijn allemaal de lipsticks die ik nou heb weggehaald. Dit is ook echt een la waar echt veel weg kan. Dit zijn al mijn liquid lipsticks. Hier heb ik niks zitten. Deze is leeg. En hier heb ik wat lipbalmpjes en dat soort dingen. Maar niet heel veel. Dus het gaat vooral om dit. Ik heb hier nude. Hier is nude nude. En hier is rood. Tenminste, dat is de bedoeling van deze la. Ik ga hier ook echt een heleboel weghalen. Heel veel is ook niet meer te koop. Of ik gebruik het gewoon niet. Of het is te oud. Dus die ga ik weghalen. Dus let's begin.
kijk, ook hier heb ik nou best wel veel weggehaald. Vooral bij de nude plekken is er nou veel meer plek. I like it, lekker opgeruimd. Even kijken, ik ga hier ook nog wel het een en ander weghalen. Ik denk ja, maar één ding, alleen maar deze. Deze gebruik ik echt nooit. Voor de rest hou ik gewoon alles wat hierin zit. Het is niet meer veel, 3 dingetjes, that's it. Oké, dan de lade hier. Wat hebben we hier? Wenkbrauwproducten, oogpotloodjes, zwarte oogpotloodjes. Dit zijn allemaal lippotloodjes. Hier heb ik wat eyeliners, wenkbrauwdingen en oogprimers. Hier kan ook het een en ander uit. Zoals ik al zie gelijk deze twee producten van Urban Decay en Benefit. Vind ik allebei niet fijn, dus deze kunnen al weg. Ik heb hier ook even kijken. Deze Action Gel Eyeliner gebruik ik echt nooit. Deze kan weg. En de rest kan denk ik gewoon nog wel blijven. Oh nee, deze van de Hema, deze brow ding, gebruik ik ook niet meer. Hij is wel goed, by the way. Even kijken, dit kan ook allemaal blijven. Ik heb vooral heel veel lippotloodjes. Als ik jullie zeg dat ik er misschien 3 gebruik van alles wat hier ligt, dan overdrijf ik niet eens. Dus ik ga hier eventjes een heleboel weghalen. Zo, nou dit is nou ook helemaal een beetje geleegd. Dus dit is klaar. De lader onder is een van mijn fave laders. En dit zijn highlighters. Hier zijn highlighters. Hier moesten eerst paletjes. Alleen die heb ik in de lader onder gedaan. En hier zijn wat liquid highlighters die ik bijna nooit gebruik. Maar ik heb ze wel. Ik weet niet eens wat dit is. Maar deze gaat weg. En deze twee blijven gewoon. Ook al gebruik ik ze niet vaak. Je weet nooit wanneer je ze moet hebben. Dus blijven. Dus ik ga eventjes hier kijken wat hier weg kan. Ik zie hier al eentje van Colourpop. Die ik echt nooit gebruik. Dus dit kan weg. Deze van de Balm gebruik ik ook nooit. Kan ook weg. Zo, en that's it. Ik moet wel zeggen, deze laatste wel echt helemaal vies door al die poeders. Maar dat ga ik nog opruimen. Maar dit is het dan. En dan daaronder, hier zijn al mijn highlighter paletjes. Maar ik denk dat ik hier niet echt iets ga weghalen. Ik gebruik echt alles nog. Nee, dit paletje van Essence is wel heel mooi, maar niet meer te koop. Dus deze gaat weg. Voor de rest, alles wat hier ligt, gebruik ik gewoon allemaal nog. Kan gewoon blijven. Mensen, oh my god. Besef even deze band hier. Dit gaat gewoon allemaal weg. Oh my god. Oké, we gaan nou verder met wat hier op mijn bureau staat. Hier heb ik gewoon allemaal attributen die ik allemaal gebruik. Wat wimperlijm, wimperkrullen, dagcreme, hier pincetjes, schaartjes, allemaal van die dingen die handig zijn. Maar het wordt hier nou een beetje vol, dus ik denk dat ik het een en ander ga weghalen. Ik heb hier micellair water, die gebruik ik af en toe als ik make-up eraf wilde halen ofzo. Maar ik gebruik het bijna niet dus. En hij is best wel groot, hij houdt best wel veel plek in mijn slag, dus deze haal ik gewoon weg. En dan kan ik daar bijvoorbeeld mijn dagcreme doen. Zo. Deze daar. Zo, deze ook erbij. Kijk, nou is er echt al gelijk veel meer plek. Dan hier kan ook wat een en ander weg. Ik weet niet precies wat, want ik gebruik eigenlijk hier alles wel. Deze scrub van Essence gebruik ik niet echt meer. Die haal ik weg. Deze kwast gebruik ik ook echt bijna nooit. Die houdt hier gewoon plek bezet voor niks. Zo, ook weer een beetje opgeruimd. Daaronder zitten allemaal fixing sprays. Hier kan ook echt een hoop weg. Deze W7 Watermelon Spray. Dit is een refreshing spray. Ik twijfel een beetje, want ik heb een heleboel refreshing sprays. Maar ik denk dat ik hem voor nu gewoon erin laat. Deze Beauty Bay Refreshing Spray gebruik ik bijna niet meer. Omdat ik er dus heel veel heb. Dus deze doe ik wel weg. De rest kan blijven. Wat hebben we hier? Hier hebben we allemaal glowy fixing sprays. Die kunnen allemaal blijven, want ik hou van glowy fixing sprays. Hier hebben we nog meer fixing sprays. Ik denk dat ik deze van I Heart Revolution wegdoe, want die gebruik ik bijna niet meer. En deze van Bradman Rock is volgens mij ook bijna niet meer te koop. Dit was limited edition. Maar ik ben een beetje aan het twijfelen. Oh my god. Nee, ik heb echt te veel glowy fixing sprays. Dus deze twee doe ik gewoon weg. Doei. Oh, hier beneden heb ik wat action fixing sprays. Zijn allemaal niet meer te koop. Dus kunnen weg. Deze is ook niet meer te koop. Kan ook weg. Bam. Lekker opgeruimd, jongens. Oké, wat hebben we hier? Dit is allemaal glossjes. Allemaal lipglossjes. Hier heb ik mascara's. En hier heb ik eyeliners. Wat gaan we hier weghalen? Ik ga hier gewoon random wat dingen uitplukken, want ik heb echt te veel. Zo, nou kijk, dit is ook opgeruimd. Nou heb ik ook weer allemaal plek voor extra lipglossjes. Nou ga ik even hier van alles weghalen. Qua mascara's heb ik er niet heel veel. En ik gebruik ze eigenlijk allemaal. Deze van Benefit gebruik ik niet echt. Dus deze ga ik gewoon weghalen. Voor de rest gebruik ik al deze mascara's gewoon. Deze eyeliner pen gebruik ik niet echt meer. Deze, dit kan weg.
De rest kan eigenlijk gewoon nog blijven. Nou, dat was het dan. Dit ging op zich best wel snel. Oh my god. Dit gaat dus allemaal weg. Dit gaat allemaal in de kast erachter. Echt alles is gewoon gebruikt. Dus ja, ik doe gewoon alles weg. En dan kan mijn moeder kijken of ze iets wil hebben voor andere mensen. Of gewoon voor zichzelf. Maar voor mij kan dit gewoon allemaal weg. Doei doei. Nou mensen, dit was het dan. Ik heb lekker opgeruimd. Ik hou ervan als alles gewoon om me heen is opgeruimd. Dat geeft ook een bepaalde rust. Ook in mijn hoofd. Dat er niet allemaal van alles ligt. Als ik het echt niet echt meer gebruik. En daar gewoon alles vol maakt. Nou heb ik ook weer plek voor allemaal nieuwe producten. Die er allemaal nog aankomen. Dus ja, daar ben ik ook heel enthousiast over. En ik ben echt blij dat alles opgeruimd. Want ik wilde het al eventjes doen. Maar ik wilde er echt een video van maken. Dus ik wilde eventjes wachten. Maar voor nu is het dus helemaal opgeruimd. Ik hoop dat jullie ook weer hebben genoten van de video. Ik weet altijd dat jullie dit soort video's leuk vinden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier boven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!